Een hele goede morgen iedereen. Daar zijn we weer live op de vrijdagochtend. Michelle Hintz met een circuittraining voor jullie. We doen vandaag 8 oefeningen. Dus 8 rondes, 30 seconden werken, 10 seconden rust. En dan tussen de rondes doen we rust van 1 minuut. En dan herhalen we dat rondje 3 keer. Ik heb goed geslapen. Ik heb er ook heel veel zin in. We gaan zo meteen een warming-up doen en dan ga ik de oefeningen uitleggen. Ik hoop dat je alles goed kan zien. En als je een klein mannetje er doorheen hoort, die is verbannen naar boven voor het komende half uur. Dus even kijken of je het nog volhoudt. Nou, let's go. Ik zou zeggen, zet een lekker muziekje op, want ik kan het niet doen in verband met copyright-overwegingen. Let's go. Warming-up. Begin met rennen op de plaats. Jumping jacks. Nog 10 keer. Nog 3, 2, 1 en weer rennen op de plaats. Mijn hartslag gaat al omhoog. Zijn er bijna nog 5. Nog 4. 3. 2. 1. Heel goed. Gaan we verder met wat squats. Let's go. Well done. Maken we even de rug bol en hal. Dus bol. En hol. Hol. En hol. Zijn er bijna nog 2 keer bol. En nog 1 keer bol. Oké, draai je schouders los. En achter. De heupen losdraaien. Ik hoop dat jullie warm zijn. Ik wel. Ik ga nu de 8 oefeningen uitleggen die we gaan doen. We beginnen met een squat. Als ik ze straks ga uitvoeren, ga ik weer daar staan. Want anders zie je alleen maar mijn onderkant. Ook niet helemaal de bedoeling. Hoe dan ook. Je maakt een squat. Je linkerhiel gaat omhoog. Rechterhiel gaat omhoog.
En weer op. Squat. Linkerhiel, rechterhiel en op. Dat is oefening 1. Oefening 2 is een hollow hold, maar dan met herhalingen. Dus dat ziet er zo uit. Belangrijk bij deze oefening is dat je je onderrug in de mat drukt. Dus, doe het zo. Kom omhoog. Druk je onderrug in de mat en weer terug. Ontspan en omhoog. En weer terug. Dus je mag bij deze ontspannen tussen de herhalingen. Dat is oefening 2. Oefening 3 is een plank met uitstap naar links en rechts met je voeten. Dus dat ziet er zo uit. Je maakt een plank. Stap uit en terug. Uit en terug. Et cetera. Zorg ervoor dat je hier goed stabiel bent. Je duwt je heup een beetje naar voren. Heb je niet de heftige holling in je onderrug. En span dit aan. Span aan. Oké. Volgende oefening. Een push-up in een pike positie. Als je deze zwaar vindt, dan doe je gewoon halve reps. In plaats van hele reps. Maakt helemaal niet uit. Hoe dan ook. Sta in een downward facing dog positie. En kom omlaag. En weer omhoog. En omlaag. En weer omhoog. Oefening 5. Curtsy squats. Dus, je maakt een squat. Stap opzij en omlaag. En terug. En herhaal de andere kant op. Ik stap op de mat. Lekker extra instabiliteit. Dat is hem. Next hebben we donkey kick pulses. Dus dat houdt in dat je donkey kicks maakt en je pulseert. Doe 15 seconden per been. Ik geef uiteraard aan wanneer je wisselt. Voor je bilspieren en je rug. Zorg ervoor dat je rug niet te veel holt. Zodat je dit doet terwijl je strakke core houdt. Oefening 7. Russian twists. Bij naar achter. En tik om en om de mat aan. Simpel. En oefening 8. Voor de onderbuik en onderrug. Leg raises. Dus laat langzaam zakken. En snel omhoog. Langzaam zakken. En snel omhoog. Alright. Nogmaals. We doen deze oefeningen 30 seconden lang. 10 seconden rust. 3 rondes. En 60 seconden rust. Tussen de rondes in. Ik start mijn timer even. En dan gaan we van start over 8 seconden. Let's go! En lift links, rechts en omhoog. En links, rechts en omhoog. 15 seconden te gaan. Links, rechts en omhoog. Heel goed. Gaan we verder met de hollow hold reps. Dus op je rug. En omhoog. Onderrug in de mat. En terug. En omhoog. En terug. Omhoog. Terug, omhoog en terug. Heel goed, hou vast en terug. En terug, zijn er bijna. Heel goed. Even deze verplaatsen. Oeps. Gaan we weer. Plank met uitstap. Sterk. Hou er spanning op. Goed gedaan. Gaan we voor de pike push-ups.
doe je kleine reps. Eventueel kleine reps. Je hoeft niet helemaal tot de grond per se. Een beetje een balansoefening, zoals je merkt, 15 seconden te gaan. Yes, donkey kicks. Over 15 seconden, met 15 seconden wisselen we uiteraard. En let's go. Twee, één, wissel van been. Span je bilspieren aan en hou je core sterk. Goed gedaan. Laatste twee oefeningen, Russian twists en leg raises. Leun naar achter tot je spanning voelt op je buik. En let's go. Ben je er nog? Hou vol. Oké. En dan leg raises voor de onderbuik. Zorg ervoor dat je je navel goed naar binnen trekt. Langzaam omlaag. Snel omhoog. Langzaam omlaag. En snel omhoog. Seconden, 55 inmiddels, gaan we verder met ronde 2. Ik ga water pakken. Nog 24 seconden. Het is wel een beetje druilerig zo met die regen. Ik vond die quarantaine iets minder erg toen het nog zondag was. Maar ja, plantjes hebben natuurlijk ook gewoon water nodig. Ik hoop dat je er klaar voor bent, want we gaan over 6 seconden verder met ronde 2. We beginnen met een squat. En lift. En lift. En omhoog. En lift, en lift, en omhoog. En lift, lift, en omhoog. 15 seconden te gaan. Lekker bezig. En omhoog. En lift, lift, en omhoog. Het gekraak wat je voelde, wat je hoorde, waren mijn voeten. Ga verder met hollow. Hold reps. Let's go. En omhoog. En rust. En omhoog. Onderrug in de mat. En rust. En omhoog. En rust. En omhoog.
Heel goed. Next up. De push-up. Met je heupen in de lucht. Desnoods halve reps. Oké. Curtsy squats. Let's go. 5, 4. Probeer dus zo groot mogelijk bewegingsbereik te pakken. In mijn geval betekent dat dat ik de grond even kus met mijn knie en dan weer omhoog kom. Juist. Oké. Donkey kick. Polses. Voor je billen, onderrug. Hou dit strak. Probeer niet door te buigen. Oké. Spieren aan. Well done. Russian twists. Leun achter tot je spanning hebt op je buik. En go. En dan hebben we nog leg raises en dan zijn we alweer klaar met ronde 2. Let's go. Langzaam omlaag. Snel omhoog. Langzaam omlaag. Snel omhoog. Langzaam omlaag. Snel omhoog. Langzaam omlaag. Snel omhoog. Heel goed, hou vast. Snel omhoog. Snel omhoog. Snel omhoog. Alright, ronde 2 in de pocket. Geniet van je minuutje rust. Iets minder dan een halve minuut. Oké, over 12 seconden gaan we weer beginnen met de squat. Linkerhak omhoog, rechterhak omhoog en dan helemaal omhoog. Daar gaan we. Nog 8 seconden. Yes. Oké, goed gedaan. Hollow holds. Let's go.
met uitstap links en rechts. Let's go. Dan de pike push-up. Hup in de lucht. Let's go. Gezellig. Oké, curtsy squats. Donkey kicks, pulses, let's go. Russian twists. Probeer hem niet in te zakken. Hou je borst vooruit. En last but not least, leg raises. Langzaam omhoog, omlaag, snel omhoog. Let's go. Kom op, hou vol. Die onderrug lekker trainen. Yes, dat was de triple bell. Dat betekent dat je workout erop zit. We gaan nog wel even een paar stretches doen. Want dat hoort er ook bij. Kijk even naar de tijd. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik voel mijn onderrug. Dus laten we lekker beginnen met een stretch die de onderrug verlicht. Child's pose. Naar achter. Je kan je handen zo doen. En je kan ze ook zo doen. Maakt niet zo heel veel uit. Voor nu. Hou vast. Hou vast. Oké, je benen wakker. Gaan we naar voren. Zet je handen neer. En kom naar voren. Schouders weg bij
op je knie. En dan trek je je bovenbeen naar je toe. En dan voel je een beetje op je rechter, aan je rechterkant voel je bij de billen voel je rek. Hou dat vast. En andere kant. Als je hem niet hier kan vastpakken zoals ik doe, dan pak je hem hier achter je bovenbeen vast. Ik doe dit wel vaker, dus vandaar dat ik hem zo vast heb. Spieren langs de ruggengraat rekken. Voetzolen tegen elkaar. Doe je handen onder je enkels door. Kin op je borst. En dan kom je zoveel mogelijk naar voren. Let's go. Oké, heel goed. Zit rechtop en leun naar links. En wissel leun naar rechts. Pak je handen achter je rug vast. Doe je borst naar voren en duw je schouders naar achter. Zo, oké. Dit was de circuittraining voor vandaag. Morgen ben ik er weer. Morgen ben ik er weer met een circuittraining weer, maar dan iets meer gericht op de hartslag hoog houden. Dus vandaag was meer een beetje krachtuithoudingsvermogen. Morgen is echt werk op de hartslag, conditie. Ik ben er om 10 uur. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ja, alvast een heel fijn weekend. Misschien tot morgen. Ik hoor dat boven het bad wordt gevuld, dus ik ga er gewoon lekker inspringen. Veel plezier. Doeg!